Goedemiddag, mijn naam is Aafraag, eigenlijk toen jullie 2018. Je hebt twee chips gekregen. Afstand moet 5 mm zijn of 5 micrometer. Hier maak je een driehoek in met breedte 10 mm en hoogte 10 mm. Dan hier een rechthoekige met breedte 8 en hoogte A. We gaan vragen, wat moet die hoogte zijn opdat het altijd 5 cm is? Ja. Daarom gaan we kijken naar die driehoek die ligt. Die driehoek hier, die ligt, ja, heeft dus als lengte 12 hier en hoogte 10. En dat gegeven in die driehoek. Trekken maar in wijde rechten hier, ja, die de lengte 8 heeft. Die lengte hier is 8 is gegeven. Ja. Dan heb je twee gelijkvormige driehoeken. Ja. Waarom? Je hebt dezelfde hoek, drie dezelfde hoeken zijn dus gelijkvormig. Ja, als je drie gelijke hoeken hebt, ben je gelijkvormig. Ja. Dat betekent in feite, als je goed kijkt, ja, om van 12 naar 8 te gaan, ja, moet je maal 3 gedeeld door 2 doen, maal 2 derde doen. Dat betekent dus, om die lengte te krijgen, moet je 10 maal 2 maal 3 doen. Dat is gelijkvormigheid. Dat betekent 20 30. Dat betekent de onderste kant van die driehoek, dit hier, zal 20 30 zijn. Ja. Nu, we zoeken echter de bovenste kant. Ja. Dit is onthoud gelijk. Waarom gelijkvormig? Je hebt allemaal dezelfde hoeken. Nu, waarom zoeken we de bovenste kant echter? Dit gedeelte. Dit gedeelte zal zijn, uw 10 centimeter, of uw 10 mm gegeven is, min die 20 30ste. Dat is 30 30ste min 20 30ste is 10 derde. Die moet je optellen bij de gegeven 5 mm gegeven. Die wacht 5, de hoogte is je 5 plus die 20, die 10 derde. Ja, als je uitrekent, krijg je 15 plus 10 is 25 derde. Ja, dat is dus 25 derde. En 25 derde is ongeveer 8,33. Dus antwoord 8, tussen 8 en 9. Antwoord 4.